President Santokki beëdigt ondanks weerstand vandaag procureur-generaal Garcia Ramcharan Parasing. Centrale Bank ontkent dat er nieuwe biljetten zullen worden gerukt. En Suriname krijgt naast een enorme hoeveelheid gratis medicatie op korte termijn mogelijk een eigen Indiaanse medicijnfabriek. Goeiedag, dit is Regio Nieuws TV Suriname van 14 augustus 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. President Santokki beëdigt vandaag procureur-generaal Garcia Ramcharan Parasing. Het staatshoofd drukte haar definitieve benoeming door, ondanks hevig protest van coalitiepartner ABOP. Ramcharan nam al geruime tijd waar als procureur-generaal bij het Hof van Justitie. Het Hof krijgt er ook een lid bij. Plaatsvervangend rechter Erik Rutsch wordt lid en juriste Cynthia Klein-Jules treedt toe als plaatsvervangend lid. Ze worden later deze maand geïnstalleerd. Het is onduidelijk of vicepresident Ronnie Brunswijk en assembleevoorzitter Marinus B. en justitieminister Kenneth Amoxi aanwezig zullen zijn bij de beëdiging van de PG. Minister Amoxi zou van Brunswijk de instructie hebben ontvangen om de resolutie van de benoeming niet uit te geven. De ABOP van Ronnie Brunswijk zegt dat zij er alles aan zullen doen om de benoeming van de PG terug te laten draaien. Maurice Roemer, de governor van de Centrale Bank van Suriname, ontkent de berichten dat er nieuwe bankbiljetten zullen worden gedrukt. Er komen wel nieuwe, hogere coupures. Die zijn nodig om het betalingsverkeer gemakkelijker te maken, dat zegt hij. Er wordt inderdaad nagedacht over het invoeren van nieuwe bankbiljetten. En sommige biljetten zouden dan worden vervangen, maar daar is nog geen besluit over genomen. Ook de zorg dat de geldhoeveelheid zou toenemen door de maatregelen die de centrale bank overweegt, zijn niet nodig, zegt Roemer. Zolang het geld onder controle blijft van de bank, is er geen reden tot bezorgdheid. Aldus de governor. De World Health Organization wil samenwerken met India voor het ontwikkelen van traditionele medicijnen. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt op haar website dat traditionele en complementaire geneeskunde al eeuwenlang bijdragen aan de gezondheid van huishoudens en gemeenschappen. En bovendien hebben traditionele geneesmiddelen de basis gelegd voor conventionele medicijnen. Dat is goed nieuws voor de traditionele Surinaamse geneeskunst. Die werd door de huidige minister van Gezondheid tijdens de COVID-pandemie te vuur en te zwaar bestreden, ondanks meldingen van succesvolle behandelingen. De Indiase farmacie ligt al geruime tijd onder vuur. De honderden kinderen die stierven na gebruik van Indiase medicijnen liggen nog vers in het geheugen. De WHO waarschuwde alleen al de afgelopen 12 maanden 5 keer voor Indiase medicijnen. De organisatie adviseert om voor gebruik van medicijnen uit India de waarschuwingsdossiers op haar website te raadplegen. Het Nederlandse onderzoeksjournalistiek tv-programma Zembla onthulde enkele jaren terug dat het Indiase farmaceutische bedrijf Aurobindo Pharma roekeloos omgaat met mens en milieu. Aurobindo is de grootste fabrikant van generieke medicijnen op de Nederlandse markt. Het Sama Health Forum meldde dat in India op grote schaal verboden anticonceptiemiddelen en afgekeurde medicijnen om de vruchtbaarheid te bevorderen werden verstrekt aan vrouwen. Dat was een gevolg van ontbrekende regelgeving en minimale controles. Het magazine Business AM schreef vorig jaar dat India zich als doel heeft gesteld de apotheek van de wereld te worden. Nu is India nog op 2 na de grootste geneesmiddelenproducent ter wereld. Om de winstgevendheid te vergroten, hebben grote farmaceutische concerns besloten hun productie naar het buitenland te verplaatsen. En ook Suriname krijgt, naast een enorme hoeveelheid gratis medicatie op korte termijn mogelijk, een eigen Indiase medicijnenfabriek. En tot zover Regio Nieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app en nieuwsmelden kunt u doen aan suriname@regionieuws.tv. En als u via YouTube kijkt en spreekt het nieuws u aan, like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht
En blijf vooral gezond.